EA heeft de tijden aangepast van de rewards van de FUT Champions. Waar je ze eerst kon claimen om 7 uur 's avonds, kan het nu al volgens mij om 8 uur of 9 uur 's ochtends. Een flinke verbetering dus voor de mensen die weinig tijd hadden met het kwalificeren en het innen van de kwalificatie van de Weekend League. Want nu kunnen ze dus meer tijd vereisen, zeg maar, voordat je kan beginnen aan de Weekend League. We hebben dus de Division Rivals en de FUT Champions 2 keer heel mooie rewards. Alleen heb ik één probleempje. Namelijk dat ik per ongeluk rang 2 Divisie 2 ben geworden in plaats van rang 3 Divisie 2. Nu krijg ik dus waarschijnlijk 6 megapacks en 2 jumbo's zoals je hier ziet. In plaats van dat ik normaal gesproken 54k packs krijg en 2 megapacks. Een beetje jammer, dus het was niet helemaal mijn bedoeling om zo lang door te spelen. Maar ja, het is wat het is. En dan moet ik het doen met rang 2 rewards van Divisie 2. En dat zijn 6 megapacks, waarvan wel heel veel goede squad finishes in zitten die ik goed kan gebruiken voor de Weekend League. En ook natuurlijk de 2 jumbo's die ook altijd mooi zijn. Maar het is qua pack rewards, de spelers die je krijgt, wel een stukje minder dan wat ik normaal zou krijgen met de 54k packs. Hopen dus iets goeds. We hebben 8 mogelijke packjes waarin een goede kaart kan zitten. Ik hoop gewoon op 1 walkout. 1 speler van 36 algemeen of hoger zou lekker zijn. Maar in dit pack zit dat geluk in ieder geval niet. Wel een bordenspeler wat mooi is, de 15k pack. Een Spanjaard, een rechtsmidden. Dan krijgen we Suso. Of het is Samu Castillejo. We spelen allebei voor AC Milan. Op die positie krijgen we Castillejo dus. Op zich een mooie kaart. Tweede premium gold jumbo. Dus de eerste was al prima. Want ik verwacht namelijk nooit dat je Ed Borden spelers krijgt die 15k packs. Zijn namelijk niet al te best qua pack reward, zeg maar. Hier krijgen we ook een Engelsman, een spits. Dit is helemaal niks. Trouwens, we krijgen Vardy. Dit is eigenlijk helemaal best wel iets. Want Vardy kan best wel voor iets gaan. Een paar k. Omdat hij dus een populaire league speelt. Goede stats heeft. Alleen zijn dribbling is wat een lage kant. Het maakt nog niet heel veel uit of het een dure speler is of niet. Ze zijn toch allemaal untradable. En ik kan Vardy en Klein nu allebei gebruiken voor de Player of the Month Aubameyang. Ik verwacht namelijk, omdat ik een aantal plaatjes had gezien, dat hij de aankomende Player of the Month wordt van de Premier League. Wordt dus ook binnenkort bekendgemaakt. En dan kan je waarschijnlijk ervan uitgaan dat je veel spelers nodig hebt van de Premier League. En dan is zo'n Vardy of een Klein toch best wel lekker. Dan nu 6 megapacks. Toch wel een mooie reward. Ik hoop dus nogmaals op 1,86 algemeen of hoger. In dit eerste pack zit in ieder geval nog geen bordenspeler. Wel een Braziliaan, centerback. Dan krijgen we Gardel. Helaas is niet waar we naar op zoek zijn. De rest was ook tragisch, maar we hebben nog 5 kansen over. En we proberen voor die bordenspelers te gaan en kijken of dat ook gaat lukken in het volgende pack. In ieder geval geen 36 algemeen of hoger, maar ook geen borden. Wel een Engelsman weer, een doelman. Dan krijgen we Jack Butland. Maar dit is niet precies het geluk wat ik wil hebben. Dus we hopen dat het terug gaat komen in de packs die nog op gaan komen. Ik probeer dus zoveel mogelijk coins bij elkaar te verzamelen bij de tradable rewards van de Weekend League. Als ik namelijk 130k bij elkaar kan verzamelen, dan heb ik genoeg om de nieuwe aanwinst in mijn team te kopen, namelijk Neymar. Die wil ik heel graag toevoegen. Ik heb namelijk beelden speciaal van verkocht. Is nu wel wat de prijs gestegen ten opzichte wat ik voor hem uiteindelijk gekregen heb toen ik hem verkocht had. Maar was nog helemaal tevreden mee. En hopelijk dat ik dadelijk aan mijn tradable rewards iets goed krijg. Dan kan ik namelijk de beste man Neymar kopen. Want hier komt al een Braziliaanse compagnon Neto. Maar die is toch wel iets minder goed dan Neymar. Ik vind untradable rewards altijd nog wel lekker om te krijgen. Een stukje beter dan de verhandelbare. Want je krijgt toch het dubbele van wat je normaal in de verhandelbare variant krijgt. En je kan al deze spelers dus goed gebruiken voor SBC's. Hier krijgen we een Japanner. Dat wordt Kagawa. Een van de meest gepackte 33 algemeens. En hij kost volgens mij alleen maar 1k. Maar het is voor zijn rating toch een heel degelijke speler. Nog 2 megapacks over. Nog 2 kansen om een goede speler te krijgen. Tot nu toe wel een paar bordenkaarten, maar nog niet degene die we zoeken, namelijk de 36 algemeen of hoger. Ook hierin geen bordenman, wel een Italiaan. We krijgen een rechtsbuiten, namelijk Verdi. Wel 5 sterren weakfoot, maar daar is alles ook al mee gezegd. De rest is ook niet al te best. We krijgen Onana, nog Traoré en een paar spelers in de Premier League. Maar daarmee hebben we eigenlijk niet echt heel veel goede spelers gepakt. Wel 2 contractpackies. Je weet maar nooit wanneer ze van pas kunnen komen. Ook zelfs nog een extra contractpackie. En dan kunnen we deze nog nu snel verkopen. Maar die contractpacks, daar heb je echt helemaal niks aan. Het zijn namelijk gemengde contracten. En dat zouden eigenlijk niet eens items moeten zijn in zo'n pack. Want ze nemen namelijk wel gewoon een plekje in van die 30 items die je krijgt. En die gemengde contractjes, die kan je nooit eigenlijk goed gebruiken. Laatste megapack, dan hopen dat hier nog een goede zit. We krijgen als laatste toch nog een informpie. Het is geen high-rated inform, we krijgen namelijk iemand uit Zwitserland. En dit wordt dan een 78 algemeen Khalifi. Maar je hebt altijd informs nodig, ook voor die top icon setjes. Dus hier ben ik heel tevreden mee. 1 inform dus, een paar boardenspelers, maar nog niet de grote klappers die we moeten krijgen bij dit soort pack openings. We gaan door naar de Weekend League Rewards. Zoals je weet ben ik Elite 2 geworden. Het Team of the Week is dit keer niet al te best. Er zijn een paar goede spelers wel, met als grote klappers natuurlijk Dries Mertens. En dan ook nog Timo Werner, second inform. Felipe Anderson ben ik ook niet heel terug om eens die zou krijgen. En ook Quaresma is wel leuk qua rating om te krijgen met 5 sterren skill moves. Maar helaas maar 68 uitdagingsvermogen en is daarmee
en niet al te bruikbaar. Richarlison zal nog wel voor iets gaan, namelijk omdat het een Premier League in vorm is met toch 80 physical. Hij heeft 5 sterren zwakbenen en 4 sterren skill moves. Ik vind hem denk ik een van de budgetbeesten van deze week qua informs. En ik wil hem graag eigenlijk nog een keertje gebruiken in een mogelijke video. Omdat hij mij toch wel een heel erg goede spits lijkt. Alleen vanwege de Premier League zal hij alsnog heel erg duur worden. Maar Werner lijkt me wel het allerbeste samen met Mertens dan. 92 afmaken met 90 positionering. Zijn snelheid, niks meer aan doen. En ook zijn springen en koppen is heel erg prima voor een spits van 1,81 meter. We gaan eens kijken wat we krijgen. Ook Bellotti met 5 sterren zwakbeen zou een lekkere toevoeging zijn voor heel veel budgetteams. Elite 2 dus. Wat betekent dat ik 100k krijg, 3 player picks. 1 keer 3 informs en 1 keer 100k. De 2000 champions punten zijn allemaal niet belangrijk. Ik ben namelijk ook gekwalificeerd voor de Weekend League. Had ik al gedaan voordat ik begon met deze video. Om niet het risico te lopen dat ik dat eigenlijk nog vergat. Hier komen dan de player picks. De eerste van de 3. Mertens is de kaart waar we nou op zoek zijn. Hopen dat we die ook krijgen. We krijgen het eerste in ieder geval Richarlison. Hier was ik al heel blij mee. Het is namelijk de 5 sterren week food kaart waar ik naar op zoek was. Wel hoog ook work rate. Hij is toch een heel erg jonge kracht van het Everton teampie. Maar we gaan hem wel toevoegen. En blind, we kunnen kijken of we hem nog een andere keer krijgen. Voor nu hou ik het lekker op Richarlison. De tweede van de 3 dan. Nogmaals, Mertens of Werner zou lekker zijn. Wat krijgen we dan? We krijgen als allerbeste kaart Hazard. Die is toch een 34 algemeen. Wat ook wel qua stats en algemeen heel erg lekker is. 4 sterren skill moves, 3 sterren weak foot. Hij is voor de rechtsbuitens in de Bundesliga een heel goede optie. Omdat hij namelijk niet heel veel goede rechtsbuitens hebben. En dan nu nog de allerlaatste kaart. Kijken of de allerlaatste player pick nog een goede is. 5 mogelijke opties. Laat het Mertens zijn of zo. Dat is lekker. We krijgen namelijk nog een keer Richarlison. En dan moeten we dit keer blind kiezen voor toch een speler uit de Eredivisie. 2 keer Richarlison is wel leuk. Het is toch een handige kaart. Maar we kunnen hem niet duplicate krijgen, want daar hebben we namelijk niks aan. En dan gaan we dus Hazard, blind en Richarlison toevoegen aan de club. Dit keer niet de beste player picks, maar het ging me vooral om de coins die ik kan gebruiken om dadelijk Neymar mee te kopen. En dan hebben we nog 3 informs over en nog een 100k pack. We beginnen bij het 100k pack. Hopelijk is de 36 algemene verhoger. Dat is waar we naar op zoek zijn. Hopelijk zit dat ook in dit pack en dat krijgen we niet. We krijgen namelijk iemand onder die rating, wat wel een beetje zonde is. Wel een bordenspeler, een zweet. En dan krijgen we Zlatan Ibrahimovic. Hebben we nog niet gepakt. 35 algemeen met 36 shooting, 79 dribbling en 78 physical. Wel 5 sterren skill moves. En een prima kaart en een 100k pack. We gaan hier proberen om nog de laatste paar duizend coins die ik nodig heb eruit te schrapen. Ibrahimovic en Jimenez zullen daar wel een beetje mee helpen. Deze andere kaarten voegen ze toe aan de club. En misschien moet ik ze uiteindelijk nog gaan verkopen, omdat ik dan nog niet genoeg zal hebben. Sommige Rafael, Choupo-Moting en Acosta worden gediscard. Die heb ik namelijk al dubbel en dus niet meer een plek voor in de club. Daar was laatst nog een 3 in vorm pack. Hopen dat hier nog een goede zit. Dat zou het lekkerste zijn. We krijgen 36 plus in vorm. Kom op. Hopen dat dit dan een goede is. Kom op, Mertens zou lekker zijn. Werner ook. We krijgen een Italiaan. We krijgen een centerback. En is het dus niet de 36 plus. Ik dacht namelijk altijd wanneer je die tekst in het midden krijgt dat je 36 plus krijgt. Dat is niet zo. We krijgen een 34 algemeen Romagnoli. Het is een kleine anticlimax. En ik had namelijk verwacht dat de 36 algemeen plus in vorm zou worden. Daarnaast ook Bounou en Guzman. Het zijn 3 heel tragische in vorms en dus niet heel veel bruikbare kaarten. We sturen ze naar de transferlijst. Misschien dat ze nog iets voor iets verkopen. En dan heb ik genoeg coins om de Braziliaanse Neymar toe te gaan voegen aan de club. Ik kan niet wachten om hem te gebruiken. Want zoals je gaat zien in mijn team, kan ik hem heel goed momenteel in mijn team passen. Hij krijgt geen teamgeest. Ik ga namelijk het als volgt aanpassen. Ik ga Mbappé weer terugzetten op rechtsbuiten. Dan komt hier in plaats van Dembele dan Neymar. Die krijgt 1 linkje met Aiken Makelele. En op die manier krijgt hij 6 teamgeest plus 2 van de manager. En omdat hij dus zijn 10 wedstrijden uiteindelijk heeft gespeeld. Dan komt hij uit op 8 teamgeest, wat prima is, want je gaat het nooit in-game work merken. Met Mbappé merkte ik het ook niet toen hij 7 chemistry had of 10. Dus ik heb er heel veel vertrouwen in dat hij mij naar die nodige Elite 1 plaatsing gaat krijgen in de aankomende Weekend League. Zoals je ziet is Romagnoli voor 22,5k verkocht. Toch een stuk meer dan ik had verwacht, omdat hij naar mijn idee juist voor 15k ongeveer max zou gaan. Ibrahimovic en Jimenez moeten nog verkopen. En de andere 2 informs heb ik meteen gediscard. En je ziet aan mijn coinbalans dat de Braziliaanse man gehaald is. Ik kan nogmaals niet wachten met hem te gebruiken. Het is Neymar op links buiten. Hij krijgt een linkje met Makelele. En ik heb dus momenteel de killer chemistry stap hem gezet. Want zo krijgt hij 35 afmaken. 17 positionering. En alsnog goede schotkracht. Afstand schoten. En wordt zijn passing in de tussentijd verbeterd. Zijn dribbling niks meer aan doen. Kijk daar naar die stats. 96 dribbelen. 95 balbeheersing en 94 zelfbeheersing. Ook nog 96 lenigheid. En daarmee met zijn 5 sterren weakfoot en 5 sterren skillmoves weet ik zeker dat ik heel veel plezier ga beleveren aan Neymar. Als je wilt dat ik een video maak over Neymar, laat me dat zeker weten met een like. En als we 1000 likes kunnen halen op deze video, dan zal ik een review doen
over Neymar. In de tussentijd ga je dus lekker proberen in de Weekend League of hij zijn coins waard. Dus hij is namelijk toch een stukje duurder dan Bill was. Die was 400k. Dus met Neymar heb ik nog iets hogere verwachtingen met de 600k die ik van betaald heb. Voor nu zijn we gekomen aan het einde van deze video. En wil ik jullie graag bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je de video leuk. Laat me het zeker weten met een like en ook te abonneren als je het gedaan hebt. Via het ietsje rechtsboven het scherm zie je alle FIFA 19 video's die ik nu toe gemaakt heb. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video, jongens. Later.